mamy dom. We hebben dus een hele bak met adventurefood gekregen. Kijk nou hoeveel. Oké, eerste keer. Daar gaan we. 8 minuten wachten. Oké, cheers. Ik weet niet eens of dit mag. Dat is goed te doen, hè? Ja, vind ik wel lekker. Hoppa. Kijk nou waar we net liepen. Sneeuw daar boven die watervallen. Oh, die kastdingen. En daar links. Daar achter. Daar. Dat pad. Zie maar filmen. Als ik nu ga filmen, dan ga ik op de plaat. Zie je ook wat? We made it! Hekje door. Oh, maar nu moet je eens die berg omhoog kijken. Ik zeg, met dit. Ha, yes. Lekker. Met dit. Yes. Daar was het. Eerste keer in de kajak. Hoi. En daarboven, wacht, waar was het nou? Daar stonden we vanmorgen. En nu zitten we hier. Onze eerste kampeerplek. Kajaks weer inpakken. Daar zitten we weer. Goedemorgen. Goedemorgen. Oh, die zon. Hashtag, oh, wat een slecht leven bewijs. Kijk nou even hoe heerlijk. Zonnetje zo precies er doorheen. Luister even naar dit geluid. Even water vullen. Dikke file. Check dit. Wow. Even tanken. Of een heel mooi kopje. Voorbereid? Ja. Ga het doen. Ik deed geen kopje onder, dat is een beetje onnodig. Okay. En dan is je haar nat. Ja, dat is dan ook weer Want je nek is ook goed genoeg, dat telt ook. Oké. Okay. Waarom ook alweer? Voor de leuk, voor de vibes, voor de avontuur? Voor het avontuur. En schoonheid? Ja. IJskoude fjorden. Zo, meteen. Ja! Ons nieuwe kampeerplekje. Ik heb dus gisteren voor het eerst mijn tent opgezet. Ik ga het nu nog een keer doen, zodat jullie het bewijs kunnen zien dat ik het echt kan. Want ik mag dan wel een beetje een klungeltje zijn, maar ik kan dit. Even wachten. Even wachten nog. Kijk eens aan. Wat een prachtplaatje. Lukt, dag 2. Zo zie je maar, hè. Het is een beetje ook wat je jezelf vertelt. We fixen dit. En schaapjes in de tuin. Ze vinden ons niet leuk. Hike nummer 2. Gaan ze nu schrikken van ons? Oh, kijk! Oh! Oh, meer dan dat komt er ook niet. Ja! Oh. Oh, nee, dat is mijn hand. Die mag je niet mee. Hoe was de avondwandeling naar de waterval? Dat was gewoon een hele workout, hè? Het was episch. Dat wel, het was het waard. Goedemorgen. Ik werd vanochtend dus wakker gemaakt door een schaap wat tegen mijn tent aan stond met zijn snuit zo. Dat was echt heel grappig. En de hele nacht hoorde je zo deze... Oh, ik wilde inzoomen, maar dat kan niet. Deze waterval. En daar gaan we straks eens naartoe. Daar naartoe. Oh, dan heb ik lekker een lijntje zijn. Ja, ja. Naar de top. Wauw. Wow.
Oh, we hebben het gehaald. Woe! Gis? Echt, hè? Precies 1 uur, ja. Hey. Dus we waren nou daar naartoe gekajakt. Dus vanaf onze plek zijn we daar naartoe gegaan. Wacht even. Ja, daar. En toen zijn we vanaf daar gaan lopen. Daar naartoe. Ongelooflijk. Dat regenbuitje. Ik ook wel. Ik ben dichtbij, maar het gaat even niet anders. Lekker. Oké, dan gaan we. Oh, kijk nou. We hebben net lekker pizza gegeten. Of nou ja, ik heb anderhalve pizza gegeten. En nog een toetje. Ik moest even bijdenken. Dat is wel gelukt. Maar oh, het laatste stuk kajakken was heftig. Ik zal het morgen iets meer in detail over ingaan. Want ik heb het niet vast kunnen leggen. Vandaag was mega intens. Maar wel weer echt heel cool wat we allemaal hebben gedaan. Nu zijn we lekker terug aan het wandelen naar het kamp. Mooi uitzicht. Nou ja, niks is lekker wandelen hier, hè. Het is weer een route met obstakels. Oh, we moeten wel weer klimmen voor ons eten. Dit is geweldig. Hiken met een DJ en een sing-along. Oh, wat een multitasking. To the break of the day. We zijn er. Ik ga nog even vertellen over gisteren, over dat laatste stuk. We kwamen bij het bochtje en we moesten nog echt het laatste stukje. En zeiden ook, we zijn er bijna, maar we krijgen nu tegenwind. Nou, dat was met een tegenwind. En ik was echt aan, we waren allemaal echt aan het peddelen voor ons leven. En dan kijk je naar rechts en dan ben je gewoon echt maar een paar millimeter vooruit gekomen. Dus een beetje hetzelfde gevoel als hardlopen op een loopband. Je doet super hard je best, maar je komt nergens. En het is wel grappig hoe je dan in een soort overlevingsmodus komt van je kan niet stoppen, je moet doorgaan. Nou, ik weet niet waar ik het vandaan heb gehaald, maar we hebben het allemaal gered tot hier. Het was wel peddelen voor ons leven. Waar was het nou? Ik denk volgens mij echt vanaf die hoek. En dan helemaal, nou ja, tot daar waar nu de kajaks liggen. En gewoon gaan, hè? We zijn er weer. We zijn in een bewoonde wereld. Dat is gewoon raar. Het is echt heel raar dat dat na 3 dagen al zo raar voelt. Genieten. Oké. Okay. Oh. Lekker even kunnen douchen. We gaan dus nu nog iets heel leuks doen. We gaan met de trein. En dan ziplijnen en fietsen naar beneden. Daar gaat ie. Ben je dicht stop of wat? Ik wil direct nog iets doen, hè? Of niet? Ja, ja. Deze reis gaat echt van het ene naar het andere. Zitten we in een fancy restaurant te eten. Lekker! Good morning! Another day in paradise. We gaan weer vertrekken! Kijk nou even. Het verschil moet er zijn, hè? Gaan we weer. Oeh, precies nu val ik. We zijn er! Oh my god. Oeh. Wow. Wil je voor mij ook een? Woo!
We waren het daar. Jawel, het was heel... We gaan bijna botsen. Hier kan het wel makkelijk zijn. We gaan nu nog één laatste stuk kajakken. 19 kilometer. Dat is nog best wel een stuk eigenlijk. Naar Basecamp. En dan gaan we vanavond lekker barbecuen. Hier zo mooi echt. Het went gewoon niet. Elke keer opnieuw denk ik weer. Oh, het is zo gaaf hier. Nog eens één keer hier. Ra. Een regenboog. Oh. Ik geniet echt zo intens. Dit is niet normaal. Ik ben echt al ruim een uur gewoon in mijn uppie, in stilte, aan het peddelen, om me heen aan het kijken. Ik ben echt intens aan het genieten. Oh, laatste stukje. Dan hebben we weer lekker tegenwind. En regenbijtje erbij. Lekker bezig, meid. You can do it. We zijn er! Ik ben weer thuis en ik durf het nu eindelijk te zeggen, maar ik ben nog in One Piece. Ik heb niks gebroken, niks gekneusd, want dat was af en toe wel echt heel spannend. Maar och, wat was dit fantastisch. Ik ga hier sowieso nog heel vaak aan terugdenken. Echt zoveel leuke mensen ontmoet, zoveel toffe dingen gedaan. Als je me een week geleden had verteld wat ik daar allemaal zou gaan doen, had ik het echt niet geloofd. Dus even een dikke vette note to self. Ik ga hem er even voor neerzetten. Even een reminder dat als je iets wil en het kan, doe het. Ik ben zo blij dat ik dit heb gedaan en ik ben zo trots op mezelf. Lieve mensen, blijf in beweging en tot de volgende! Yeah.